Delen in het snoepkraam. In deze les leren we opgaande en niet opgaande delingen oplossen. We gaan even herhalen wat wij al kunnen. 36 gedeeld door 4 is... Goed, 9. 360 gedeeld door 4, dan denken we ook aan 36 delen door 4 en doen we daar op het einde nog een nulletje bij. Dus dat is 90. 72 gedeeld door 8 is... ...9. 720 gedeeld door 8 is hetzelfde, maar dan met een extra nulletje. Dus is het antwoord 90. 15 gedeeld door 5 is... ...3. Dus dan is 150 gedeeld door 5 gelijk aan... Goed, 30. Nu wat moeilijker. Vraagstukken. Leo verpakt 64 zure beertjes in zakjes van 4. Hoeveel zakjes met zure beertjes kan hij vullen? De vraag is, hoeveel zakjes met zure beertjes kan hij vullen? De getallen die we daarvoor nodig hebben zijn... 64 en 4. We gaan moeten delen, dat leerden we al in het begin van deze les. 64 gedeeld door 4, dat gaat niet. We gaan 64 dus splitsen in 40 en in 24. En die twee getallen kunnen we wel delen door 4. 40 gedeeld door 4 is 10 en 24 gedeeld door 4 is 6. We tellen die antwoorden op. En dat is 16. Het antwoord is, hij kan 16 zakjes met zure beertjes vullen. Leo verpakt nu 896 Dracula-tanden in zakjes van 8. Hoeveel zakjes met Dracula-tanden kan hij vullen? De vraag is, hoeveel zakjes met Dracula-tanden kan hij vullen? De getallen die we daarvoor nodig hebben zijn... 896 en 8. We gaan ook die getallen weer moeten delen. Dat gaat niet in één keer, dus we gaan 896 splitsen in getallen die we wel kunnen delen door 8. Namelijk 800 plus 80 plus 16. Die getallen gaan we alle drie delen door 8. 800 gedeeld door 8 is 100 plus 80 gedeeld door 8, dat is 10. Plus 16 gedeeld door 8, dat is 2. En samen is dat 112. Het antwoord is dus, hij kan 112 zakjes met Dracula-tanden vullen. Leo verpakt 378 toverballen in zakjes van 6. Hoeveel zakjes met toverballen kan hij vullen? De vraag is... Hoeveel zakjes met toverballen kan hij vullen? De getallen die we nodig hebben zijn 378 en 6. We kunnen 378 niet in één keer delen door 6, dus we gaan het getal splitsen. We kijken naar de eenheden, 8. Welk getal dat eindigt op een 8 zit in de tafel van 6? Dat is 18. Dus we gaan 378 splitsen in 360 plus 18. En we gaan die beide getallen delen door 6. 360 gedeeld door 6 is 60. En 18 gedeeld door 6 is 3. Dat is samen 63. Het antwoord is 'Hij kan 63 zakjes met toverballen vullen. We oefenen nog eens. Leo verpakt 582 lollies in zakjes van 3. Hoeveel zakjes met lollies kan hij vullen? De vraag is... Hoeveel zakjes met lollies kan hij vullen?
De getallen die we daarvoor nodig hebben zijn 582 en 3. We gaan ook hier weer delen. We kijken naar de eenheden, 2. Welk getal dat eindigt op 2 kunnen we delen door 3? Dat is 12. Dus we gaan die 582 splitsen in 300 plus 270 plus 12. Die drie getallen gaan we delen door 3. 300 gedeeld door 3 is 100. 270 gedeeld door 3 is 90. En 12 gedeeld door 3 is 4. Samen 194. Het antwoord is 194 zakjes met lollies vullen. De laatste oefening die we samen maken is een beetje anders. Leo verkoopt ook aardbeien met chocolade op een stokje. Hij heeft 38 aardbeien en op elk stokje prikt hij er 4. Hoeveel stokjes kan hij maken? De vraag is hoeveel stokjes kan hij maken? En de getallen die we nodig hebben zijn 38 en 4. We gaan 38 moeten delen door 4. We kijken in de tafel van 4. Daar zit 38 niet in. We gaan 38 splitsen in een getal dat in de tafel van 4 zit en de rest. Het getal dat kleiner is dan 38 zit in de tafel van 4. Dat is 36. En 2 blijft over, dat is de rest. 36 gedeeld door 4, dat is 9. En met die 2 kunnen we niets meer doen, die blijft over, dus rest 2. Het antwoord is, hij kan 9 stokjes met aardbeien maken. We zullen nu de oefeningen die jullie moeten maken eens overlopen. Oefening 1. Bereken het quotient. Dat kunnen jullie zo. Oefening 2. Bereken het quotient, splits het deeltal en schrijf de tussenstappen die je nodig hebt. 880 gedeeld door 8. We gaan zoeken in de tafel van 8. Daarvoor moeten we 880 splitsen. En dat gaan we splitsen in 880. 800 gedeeld door 8 is 100 plus 80 gedeeld door 8, dat is 10. En 100 plus 10 is 110. Doe hetzelfde voor de andere oefeningen. Oefening 3 is een oefening die we al vaak hebben gemaakt. Bereken het quotient en schrijf de rest. 23 gedeeld door 3. We gaan zoeken in de tafel van 3. 23 zit niet in de tafel van 3, dus we gaan een getal zoeken dat kleiner is, dat wel in de tafel van 3 zit. Zit 22 in de tafel van 3? Nee. Zit 21 in de tafel van 3? Ja. Dus we gaan 23 splitsen in 21 en de rest 2. Om het quotient te vinden doen we die 21 gedeeld door 3. En dat is 7. En onze rest, dat is wat overblijft, namelijk 2. Oefening 4. Vul de snoepveters in. Je gaat eerst 540 gedeeld door 6 doen. Die uitkomst ga je dan delen door 3. Die andere uitkomst weer delen door 6. En dan heb je de uiteindelijke uitkomst.